De Dag der Verpleging, die wereldwijd op 12 mei wordt herdacht, valt dit jaar samen met Moederdag. In Suriname heeft het ministerie van Volksgezondheid de verpleegkundigen van het streekziekenhuis Atjoni in de bloemetjes gezet. Het streekziekenhuis Atjoni, dat in 2020 werd geopend, is bedoeld om 60 dorpen van het district te kunnen accommoderen. Het doet ons goed dat wij ook deze verpleegkundigen in de bloemetjes kunnen zetten, zei Edwin Noordzee, directeur van het ziekenhuis. Volgens Fena Eduard Jeru, verpleegkundig directeur, is deze dag niet alleen een viering van de toewijding van de inzet van de verpleegkundigen. Maar ook een belangrijk moment om na te denken over hoe we hen kunnen behouden en versterken binnen onze samenleving. In Suriname vervullen onze verpleegkundigen een cruciale rol in het zorgen voor de gezondheid en het welzijn van onze gemeenschap. Dag en nacht staan ze paraat om patiënten te verzorgen, levens te redden en families te ondersteunen in moeilijke tijden. Hun onvermoeibare toewijding, expertise en medeleven vormen de kern van ons gezondheidssysteem en verdienen de hoogste lof en erkenning. Echter, ondanks hun onschatbare bijdragen, worden onze verpleegkundigen geconfronteerd met uitdagingen die hun vastberadenheid en toewijding op de proef stellen. Een van de grootste zorgen is het verlies van verpleegkundigen aan buitenlandse kansen, waar betere arbeidsvoorwaarden een grotere carrière-mogelijkheden lokken. Jolanda Verwij, vertegenwoordiger van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen, de IVV, is de organisatie trots op de verpleegkundigen die ervoor hebben gekozen dit beroep uit te oefenen. Zij zegt verder dat velen hun toewijding en passie tonen in hun werkzaamheden, wat iets is om trots op te zijn. Als ik kijk naar het pad dat we hebben bewandeld, zie ik niet alleen professionele prestaties, maar ook diepe verbondenheid en een grenzeloze toewijding aan het welzijn van anderen. In de afgelopen tijd hebben we onszelf keer op keer bewezen, niet alleen in onze kennis en vaardigheden, maar ook in onze veerkracht en vastberadenheid. We hebben gestreden, niet alleen tegen ziekte, maar ook tegen onwetendheid, tegen angst en tegen uitdagingen die ons worden opgelegd. En toch, door dit alles heen, hebben we stand gehouden en we zijn sterker geworden. En we hebben onze roeping om te zorgen voor degenen die ons nodig hebben, nooit uit het oog verloren. Vandaag wil ik elk van jullie bedanken voor jullie onvermoeibare inzet en voor jullie moed. Jullie zijn de ware helden in de gezondheidszorg. Degenen die dag in dag uit het verschil uitmaken in het leven van anderen. Jullie laten zien wat het betekent om echt te geven om welzijn van anderen. De Dag der Verpleging is tot stand gekomen op 12 mei 1964. Het is ook de geboortedag van de Britse verpleegster Florence Nightingale. Zij was de grondlegger en de pionier van de huidige en moderne verpleging.